Ja, mensen, ik ga het ziekenhuis even bellen om te kijken of ze al iets weten. Ik wou even misschien al even kijken of er al wat bekend was voor mijn operatie voor aanstaande dinsdag. Is dat papa? Is dat de baas? Ja, hè? Dat is de baas. Maar ja. Ik had eerder vandaag ook al gebeld. En het is nu rond 4 uur. Dus dat is het. En dan moet je even beslissen over de achterkamer. De achterkamer. Yo. Hey, ik hoor je plaag. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 4 februari 2022. Het is nu 11:50. Ja, ik ga even een vlogje editen. Dus dat moet ook gebeuren. Ik heb even net mijn dingen besproken. En daar komen weer leuke dingetjes aan. Sowieso. Ik moet nog even vandaag even bellen naar een bedrijf. Even kijken of, wordt gewoon leuk, hoop ik, denk ik toch. Ja. Ja, en ik moet nog even een afspraak verzetten als dat lukt. Dus ja, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja mensen, ik ga het ziekenhuis even bellen om te kijken of ze al iets weten. Ja, precies dat. Denk het niet. Goedemiddag, welkom bij. U bent verbonden met het opname. Ja, dat is fijn. Wil u weten uw geboortedatum? Of wilt u weten of er al een afspraak voor u is ingepland? Kijk dan in het patiëntenportaal Mijn. Hier kunt u ook een herhaalrecept aanvragen of een niet dringende vraag stellen aan uw zorgverlener. Om in te loggen op. Goedemiddag, bureauopname. Een hele goede middag, Robbie. Je spreekt met mevrouw H.C. Stelman van der Werf. Ik wou even misschien al even kijken of er al wat bekend was voor mijn operatie voor aanstaande dinsdag. Of hoe laat ik mij moet melden, of dat al bekend is. Oh, u wordt daar al over gebeld. Hé? Heeft u een momentje? Ja? Ik wil even snel wat aan mijn collega vragen, want die ging met pauze. Maar ze zijn bezig met het voorbellen, dus u wordt gebeld. Oh, oké, ik word dinsdag aangebeld. Huh? U zegt dat u dinsdag wordt geopereerd. Ja, en dat klopt. Ja, dus u wordt vanmiddag gebeld voor tijdstip. Oké, ik word er vanmiddag aan gebeld. Oké, en weet je ongeveer ook hoe laat? Tussen 2 en 4. Oké, en dan kunnen ze ook en ook op dit nummer anders bellen, want ik ben toch de hele dag thuis. Oké, prima. Ja. Yes? Helemaal goed. U hoort het straks. Is goed, dankjewel. Dag. Oké, ik krijg dus vandaag een telefoontje. Nou, dan hoop ik dat ze hierop bellen en niet op die. Want anders moet ik mijn andere telefoon erbij gaan pakken. Deze dus even aan gaan zetten. Moet ik deze gaan aanzetten? Deze oude. Oude telefoon, Galaxy S9. Nou, ga dat meemaken. Oké. Nou, kan ik me op de hoogte. Die ligt er zo lief bij. Heb ik hier nog eentje die er lekker bij legt. Ik heb hier nog een en dat is een rattenvat. Ja. Heb ik het daar nog eentje? Hé? Wat ligt je lief? Geen schamen. Nee, toch? Of oogjes schoonmaken. Oogjes schoonmaken. Goed zo. En dan zal de baas er ook bijna weer wezen. Ja. Zal de baas er ook zo meteen weer zijn, schat.
Kijk dan. Ligt ook allemaal zo lief bij. Ja. Een mens zegt het regent. Het is niet lekker weer. En ik verga weer van de pijn. Kijk, en daar zou je rouw hebben. Gaat hij nog een stukje naar achteren? Ja, dat zeg ik. Hij gaat nog een stukje naar achteren. Dat zeg ik en daar heb ik al. De hondjes moeten er nog uit. Het is inmiddels 2:30. Ja, we zijn lief. Mama trekt het nou niet, hè? Nee. Maar oké. Rodi is al uit de auto. Zoals je wellicht kan zien. Kijk, de kofferbak gaat open. Helemaal goud. Daar hebben we al. Kijk, dat is mooi. Is dat papa? Is dat de baas? Ja, hè? Dat is de baas, hè? Oh, ja. Ja, dat is de baas. Ja. Dat is de baas. Ja, en? En dan? En toen? En dan? En toen? Ja? Ja? En dan? Ga maar kijken. En bij de deur. Ga maar kijken. Dat is de baas, hè? Ga maar kijken. Toch maar niet? Nee? Hoeft niet hoor. Nee, je bent een beetje raar vandaag. Hallo Robby, je spreekt nogmaals met mevrouw H.C. Staalman van de Werf. Ik had eerder vandaag ook al gebeld. Mm-hmm. En het is nu rond 4:00 en ik ben nog steeds niet gebeld. En voor mijn opname en voor dinsdag. Moet je mijn geboortedatum even hebben? Dat is 7/8/1987. En uw achternaam nog eens? Staalman van der Werf. Ik ben heel even aan het kijken hoor. Ja, dat mag. Want u staat voor dinsdag. Ja, klopt. Ja, dat klopt, correct. En u had net ook al gebeld? Ik had eerder op de dag inderdaad en gebeld. En toen had ik jou ook aan de telefoon. En toen had je het even aan een collega gevraagd. En ik zou vandaag tussen 1 en 4 worden gebeld voor de tijd. Ja, want dat is namelijk locatie Antonieshoven. En u wordt in het Bronnenvoog geholpen. Ja. Ik weet niet of u de brief ook had gehad, maar daar staat in dat u ons 1 dag van tevoren mag bellen. Ja. Dat betekent maandag mag u ons bellen tussen 2 en 4 en dan hebben wij een tijdstip. Oké, dus maandag
tussen 2 en 4 bellen. Oké, is goed. Gaat ik dat even doen. Oké, helemaal goed mevrouw. Fijn weekend. Dankjewel, hetzelfde. Oké, dag. Oké, dus maandag tussen 2 en 4 bellen. Fijn. Oké, best. Nou, doen we dat. Ja, kan er ook niks aan doen. Dus maandag tussen 2 en 4 moet ik bellen. En ja mensen, ik heb weer een lekkere pokeball gemaakt met zalm, ja. Rijst met zalm, mango, avocado, appel, komkommer, radijs, groene sojaboontjes. En dan heb ik hier die zeewier en lekkere mayonaise, om het zo maar te zeggen. Maar het is speciale mayonaise om dat hier overheen te doen. Dus ja, ik had daar gewoon weer zin in. Dus ik denk, weet je wat, dit eet ik tenminste wel. Dus, en ik heb ook mijn rijst even anders gedaan. Maar een beetje iedere keer even wat anders proberen. Dus dat neem ik even lekker mee. Ja. Hoi kind. Nou, Roos even met de hondjes. En ik heb hier nog een lekkere pokeball voor mijn neus staan. Ik wel. En deze vind ik ook helemaal geweldig om haar weer lekker kusjes te gaan geven. Maar ja jongens, ik ga gewoon alvast lekker deze vlog lekker afsluiten. Dus vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet hier beneden niet te abonneren. Laat even een leuke reactie achter. En doe ook zeker het belletje aan, want blijf je op de hoogte. Dus dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.